ook onze school. Het leuke aan het gegeven is uiteraard dat we met dit gegeven ook heel kort even de pers gehad hebben. En ik denk dat het als school ook wel leuk is om op die manier ook even in de aandacht te kunnen komen. Dus voor ons was dat alvast iets dat mooi meegenomen was. Ik kom bij eigenlijk ja, wat voor ons een beetje het grote vraagstuk was en het beginvraagstuk was van ons verhaal. Ja, op een bepaald moment, ik ben naast leerkracht en coördinator van de eerste graad, ben ik ook heel erg betrokken in de werkgroep PR van onze school. En wij komen op verschillende tijdstippen ook eens samen om te kijken wat er allemaal leeft in en rond onze school. En op een bepaald moment kreeg ik van een collega de vraag of de suggestie doorgestuurd van kijk, ik heb hier iets gevonden. Misschien moeten we daar eens mee aan de slag. Wie wordt de fietsschool van Oostende? En inderdaad, ja, we zijn op zoek gegaan vanuit onze werkgroep om eens te kijken op welke manier we misschien met onze school daarvan een aantal zaken in kaart konden brengen. Het is zo dat Stad Oostende sinds een aantal jaren ook een oproep lanceert richting scholen om eens te kijken op welke manier een school zijn of haar fietsbeleid precies aanpakt en in kaart brengt. En dat is gekoppeld aan een wedstrijd. En die wedstrijd uiteraard, die valt onder de titel van Fietsschool. Wie wordt de fietsschool van Oostende? Het beginvraagstuk van ons traject en een gegeven waar we onmiddellijk mee aan de slag zijn gegaan. Misschien even voor de mensen die Oostende niet zo goed kennen. Jullie zien alvast achter mij dat we een hele mooie strandomgeving hebben. Maar ja, onze school is heel erg centraal gelegen. Vandaar ook het kaartje en het logo van onze school daar ook middenin te situeren. Onze school is heel erg centraal gelegen. Oostende is best een drukke stad. En onze school heeft daar eigenlijk heel mooi zijn plaats tussen. Dat betekent naar transportmogelijkheden dat er ook heel wat opties zijn voor onze leerlingen en onze collega's om tot op school te raken. Wie eventjes kijkt, die ziet dat het station niet ver af is. Station gekoppeld aan openbaar vervoer uiteraard. Maar ook gewoon met de fiets en te voet zijn wij heel makkelijk bereikbaar. Maar we wilden eigenlijk met onze school vooral dat fietsverkeer en het naar en van school fietsen nog wat extra in de picture plaatsen. En we zijn daar dan uiteindelijk ook mee aan de slag gegaan vanuit onze geografische ligging op school. Wie wordt de fietsschool van Oostende? Dat was het beginvraagstuk. En toen maakte ik mij eigenlijk al snel de bedenking van oké, ja, we moeten misschien niet heiliger zijn dan de paus. Wat doen we met warm water? Ik denk dat ieder daarop het antwoord kent. Warm water moet niet altijd uitgevonden worden. Dus we zijn eigenlijk onmiddellijk al op zoek gegaan naar de zaken die in onze school al gebeurden. De puzzelstukken die we hadden, die zijn we gaan samenleggen. En op die manier zijn wij eigenlijk tot een start van ons verhaal gekomen. Wie daarnet al eventjes op de kaart keek, die kon vaststellen dat onze school inderdaad heel erg centraal gelegen is en dat het hier ook best druk kan zijn. Vandaar dat ja, het eerste waar we ons toch wat op gefocust hebben, dat was de fietsomgeving van onze school. En eigenlijk hebben we daar het geluk gehad dat wij een aantal jaren geleden ingegaan zijn op de vraag van de stad Oostende, die naar scholen toe met de suggesties kwam om te kijken op welke manier een school op een misschien nog veiliger manier bereikbaar kon gaan worden. En zoals jullie op de foto ook kunnen zien, hebben wij rondom onze school ondertussen een aantal verbeteringen kunnen aanbrengen, een aantal zaken kunnen bekomen via Stad Oostende. Zijn er heel wat investeringen geweest, ook van hun kant uit, om onze schoolomgeving toch wel een stukje fietsvriendelijker te maken en in die zin ook een stukje veiliger te krijgen. Ja. Het is zo, misschien is dat op de foto wat moeilijker in te schatten voor jullie, maar onze school bestaat eigenlijk uit twee verschillende gebouwen, waarbij jullie ook de oversteek nog kunnen zien.
Maar onze school is, of onze straat, die eigenlijk de belangrijkste toegangsweg vormt naar onze school, is ondertussen eigenlijk een doodlopende straat geworden. Dat betekent dat auto's daar eigenlijk bijna geen plaats meer hebben, behalve dan is een verloren gereden chauffeur, die dan toch rechtsomkeer moet maken. Maar onze school is, of onze straat, is eigenlijk heel autoluw geworden. En is bij uitbreiding ook een fietsstraat geworden. Dat betekent dat onze leerlingen op een veilige manier tot op school kunnen raken. Misschien kan ik al even verwijzen naar iets dat straks ook nog terugkomt. U ziet daar een ruimte openstaan waar wat fietsen aan een haak hangen. Dat is onze fietsenberging en die staat daar eigenlijk heel erg mooi ook tussen die twee gebouwen. Die dient, of die bewijst elke dag ook zijn dienst. Heel veel leerlingen kunnen op een veilige manier tot bij ons op school raken. Ik ga er zo meteen ook nog iets verder over vertellen, want wij hebben als school ook de kans genomen. Enerzijds is er de omgeving van de school, maar ook het schoolgebouw zelf en alles wat te maken heeft met veilig op school aankomen. We hebben daar als school ook serieus in geïnvesteerd. En dan hadden wij eigenlijk het geluk dat wij een drietal jaar geleden zijn wij begonnen met een aanpassing binnen onze infrastructuur voor de gebouwen van onze eerste graad. En dan keer ik nog even terug naar mijn vorige dia. Als u kijkt daar in de fietsenberging zelf, dan hebben wij ervoor gezorgd, met de vernieuwing van onze gebouwen, dat onze leerlingen eigenlijk vanuit de fietsenstalling rechtstreeks de school binnen kunnen. Dat betekent dat zij dus eigenlijk niet meer op straat hoeven te zijn, waar het soms ook gewoon druk kan zijn van leerlingen die te voet aankomen. In die zin moeten zij eigenlijk niet meer terug naar straat, maar wie met de fiets naar school komt, die rijdt de fietsenstalling binnen en die kan eigenlijk gewoon rechtstreeks de school binnenwandelen. Dat is een aanpassing waar onze school absoluut zelf voor gekozen heeft en waar we eigenlijk nu heel erg merken dat leerlingen daar op een hele veilige manier ook kunnen gebruik van maken. Daarnaast, als het gaat over fietsaccommodatie, hebben wij ook een partnership. Zijn wij een partnership aangegaan met een instantie hier in Oostende ook. Maar als ik me niet vergis, dan maken zij ook deel uit van een groter geheel. En wij zijn erin geslaagd om via hen ook een twintigtal fietsen aan te kopen die wij inzetten voor duurzame verplaatsingen. En dat gaat hier om Sera. Die zich daarvoor geëngageerd heeft en waar we dus onze samenwerking mee aangegaan zijn. Die fietsen die worden eigenlijk dagelijks ingezet. We gaan heel vaak fietsen in schoolverband. Dat kan bijvoorbeeld zijn voor een bezoek aan het CLB, het Centrum voor Leerlingbegeleiding, dat u ongetwijfeld ook wel gekend is. Maar bijvoorbeeld ook voor zwemlessen gaan onze leerkrachten een beroep doen op die fietsen. Kunnen leerlingen die geen fiets ter beschikking hebben, een fiets krijgen om zo bijvoorbeeld ook gewoon naar het zwembad te fietsen dat hier een eentje verderop ligt. Want het gegeven dat wij natuurlijk een centraal gelegen school zijn, is goed en zorgt voor heel wat bereikbaarheid, maar zorgt er ook voor dat we voor bepaalde zaken toch ook wel een ander transportmiddel nodig hebben. En in dit geval wordt die fiets heel erg nuttig ingezet en gebruikt. Wat komt daar bijvoorbeeld nog bij aan bod? Ja, dat zijn bepaalde excursies van bepaalde klassen die dan in plaats van is te voet er gewoon met de fiets op uittrekken. Dus die fietsen worden eigenlijk heel erg vaak gebruikt, dagelijks ingezet voor onze leerlingen. U kunt ook zien dat wij heel erg ook of dat heel erg inzetten op zichtbaarheid. We hebben voor onze leerlingen die met de fiets rijden een fluo jasje, dat ze ook, als ze dat niet zouden bij hebben, dat ze ook door de school kunnen krijgen om zichtbaar door het verkeer te kunnen, rijden. Ik zal het maar zo zeggen dan.
Dan kom ik bij een aantal fietsinitiatieven die onze school specifiek genomen heeft ook in het kader van die wedstrijd rond die fietsschool van Oostende. Sommige zaken waren eigenlijk zaken die we in het verleden al gedaan hebben. Ik heb jullie gezegd dat het warm water niet altijd hoeft uitgevonden te worden, maar dat er soms ook wel dingen gebeuren die eigenlijk heel erg inspirerend kunnen zijn, ook voor leerlingen. Misschien bent u vertrouwd met het televisieprogramma, het Britse televisieprogramma Top Gear. We hebben daar eigenlijk onze eigen versie van gemaakt. Iets dat door onze leerlingen heel erg gesmaakt werd. Er staan een tweetal fotootjes ook die daarnaar verwijzen. Het scorebord helemaal rechtsboven en dan rechtsonder het fietsparcours dat we daarvoor gebruikt hebben. Daarvoor keer ik even terug in de tijd. De coronapandemie, de problemen rond COVID die ook op scholen een hele zware impact hadden, die hebben wij op een bepaald moment een beetje proberen counteren door een wedstrijd te organiseren op onze speelplaats. Heel wat zaken konden en mochten ook niet meer doorgaan. Onze middagactiviteiten op school die kwamen in het gedrang. En toen zijn we gaan zoeken naar bepaalde initiatieven. En toen hadden we een aantal leerkrachten die met het idee kwamen om een soort Top Gear wedstrijd te organiseren, waarbij leerlingen hun stuurvaardigheid konden demonstreren op school. En waar we dan uiteraard ook een beetje competitie-element in gestoken hadden. Het zorgde ervoor dat er toch een beetje animo kwam op een moment dat de school eigenlijk een beetje stil viel. Het zijn zaken die onze leerlingen heel erg fijn en leuk vonden en waar ze ook een beetje onder elkaar konden gaan strijden om de snelste tijd en het minst hinderen bij bepaalde obstakels en zo. Dus het was iets dat heel erg gesmaakt werd door onze leerlingen en eigenlijk iets dat ook naar stuurvaardigheid een mooie leerschool was voor een aantal leerlingen. Dan kom ik bij een tweede fietsinitiatief, de fietsbarometer, dat misschien ook wel door jullie gekend is. Een samenwerking die wij aangegaan zijn met de Universiteit van Gent en die eigenlijk een item rond fietsveiligheid probeert in kaart te brengen. Dus men gaat op zoek naar bepaalde moeilijke punten in het verkeer die op die manier in kaart gebracht worden en waar onze leerlingen ook met statistieken in de les wiskunde dan aan de slag gaan. Dus de fietsbarometer, die hebben wij ook op school geïnstalleerd en die herhalen wij eigenlijk elk schooljaar in samenwerking dus met de Universiteit Gent, omdat daar heel wat lessen uit te trekken vallen als het gaat over fietsveiligheid en ook hoeveel leerlingen op welke manier naar school komen, wie de fiets neemt, wie waarom geen fiets neemt. Dus daar kan heel wat, als school kun je daar heel wat uit leren. Dan is er ook onze fietsexcursie aardrijkskunde. Dat is een samenwerking tussen onze eerstes en onze vijfdes. Op die manier hebben we ook een mooie overlap tussen de eerste, de tweede en de derde graad. Waar onze leerlingen uit het vijfde jaar een groepje leerlingen uit het eerste op sleeptouw nemen. En een grote rondrit maken door en omheen Oostende. Op die manier wordt er opnieuw gefietst. Kunnen leerlingen ook wat meer info krijgen over de verschillende wijken in Oostende. Dus het is een informatief gebeuren, maar wel gekoppeld aan ook een sportief gegeven, waarbij de fietsen ook weer ingezet worden. En dan komen wij ook elk jaar weer terecht bij onze XIU-wedstrijd. Waar onze leerlingen een wedstrijd aangaan om daar ergens een ontwerp te maken om zo zichtbaar mogelijk door het verkeer heen te gaan. Het is iets dat we ook al een aantal jaren doen. Leerlingen kunnen zich daar creatief aan de slag en zijn opnieuw weer bezig met fietsveiligheid. Er zijn er al een aantal leuke ontwerpen uitgekomen die wij dan ook ingezonden hebben en waar we dan ook leuke gadgets voor terugkrijgen
die dan ook aan onze leerlingen uitgedeeld worden, waardoor opnieuw een steentje bijgedragen wordt tot fietsveiligheid. Dat zijn een aantal kleine initiatieven die wij op school genomen hebben en die wij ook opgenomen hebben in ons fietsdossier. Wat kan ik daar misschien nog bij vertellen? Dat is dat we bijvoorbeeld ook een initiatief hebben op school waarbij we leerlingen die niet zo fietsvaardig, niet zo stuurvaardig zijn of die soms helemaal niet kunnen fietsen, want we hebben hier bijvoorbeeld op school ook een afdeling OKAN, onderwijskansen voor anderstalige nieuwkomers. Dus sommigen van hen kunnen niet fietsen. Dan gaan wij ook met hen aan de slag voor wat betreft het fietsen. En leren wij hen ook gewoon de basisbeginselen van het fietsen aan. En zorgen we ervoor dat ze op termijn dan ook mee kunnen met de groep. Richting dan bijvoorbeeld het zwembad of een andere excursie. Dus dat is ook een van onze initiatieven. En naast die verschillende initiatieven zetten we binnen onze lessen heel sterk in op sensibilisering rond fietsveiligheid. Dat gebeurt dan vooral in het eerste jaar binnen de lessen Mens en Maatschappij, waar je hier bijvoorbeeld ook een foto vindt van onze schepen van mobiliteit, Björn Ansee, die zijn verhaal kon brengen rond fietsveiligheid, de visie van Stad Oostende daarin ook probeert mee te geven. En op die manier in interactie gaat met leerlingen omtrent wat de noden zijn, wat ze misschien kunnen ook nog verder opvolgen vanuit Stad Oostende. Dat soort zaken komt dan ook aan bod binnen de lessen Mens en Maatschappij. Dus ik denk dat ik kan stellen, of ik hoop dat ik een klein beetje kan aantonen dat wij op heel veel verschillende manieren toch wel met dat fietsen aan de slag gegaan zijn de voorbije jaren. Het traject dat we gelopen hebben is er een van toch een aantal jaren waar we dan eigenlijk vorig jaar gewoon alle puzzelstukken in een puzzel hebben gelegd. En waarbij we dan onze inzending gedaan hebben en heel blij waren uiteraard dat we dan uiteindelijk ook wel verkozen zijn tot Fietsschool van Oostende. Het verhaal stopt voor ons natuurlijk hier niet. We plannen nog een aantal acties ook. We blijven rondkijken, ook inspiratie zoeken in andere scholen om acties op poten te zetten om onze leerlingen toch zoveel mogelijk met de fiets naar school te krijgen. En dat ook zo veilig mogelijk te doen. Maar leerlingen op school krijgen is één, maar ook leerlingen uitsturen per fiets. Daar proberen we zoveel mogelijk werk van te maken. Alle kansen die we krijgen proberen we te grijpen. En we hopen dat onze leerlingen in dat verhaal willen meestappen. We hebben het gevoel dat we daar een heel wat stappen gezet hebben. En ja, we blijven daar aan werken. Dit verhaal is zeker niet af. Dit verhaal kan alleen maar een vervolg krijgen. En daar doen we uiteraard verder alles aan. Er werd mij gevraagd om ook nog even wat korte tips, of concrete tips liever mee te geven voor leerkrachten, die misschien ook onmiddellijk inzetbaar zijn. Ik heb eventjes nagedacht en... Ja, mijn belangrijkste en mijn grootste suggestie is er misschien één die ik met dat warm water probeerde te vertalen. Breng misschien in kaart al wat al gebeurt op school rond fietsen en fietsveiligheid, want vaak gebeurt al heel wat. Dat was eigenlijk onze eerste reflex van we doen dat eigenlijk al, dat doen we eigenlijk ook al. Daar liggen nog kansen. En als je die dingen samenlegt, dan denk ik, kun je met fietsen en fietsveiligheid al een heel eind op weg. Wees creatief met kleine acties. Ik denk aan die Top Gear die we op school gedaan hebben. Ik denk aan die verschillende initiatieven van ook externe organisaties. XIU, partnerships, die zaken. Dus... die kleine acties die je kunt gaan,
gaan installeren op school, die kunnen daarin zeker aan bod komen, uiteraard. Dus wees daarin creatief. Ik denk dat wij op school ook nog altijd zoekende zijn hoe we dat kunnen doen. We plannen nu binnenkort bijvoorbeeld een guerrilla-actie, waarbij we elke fiets die op school aankomt, een kaartje willen meegeven ook, met een soort bedanking dat ze de moeite doen om met de fiets naar school te komen. Dat soort zaken zijn zaken waar wij ook nog altijd over nadenken en waar we zeker nog verder stappen in zullen zetten. En dan misschien nog een laatste tip. Ga op zoek naar eventuele partners. Ik heb het al gehad over dat partnership met CERA. En houd ook de politiek dichtbij. Ik wil hier zeker geen politiek statement maken, absoluut niet. Maar we hadden het geluk dat de stad Oostende eigenlijk met die wedstrijd begonnen is een aantal jaren geleden. En we zijn heel blij dat we dan uiteindelijk ook ons dossier ingediend hebben. En dat zij meegegaan zijn in ons verhaal. Dat zij ook de moeite gedaan hebben om een aantal investeringen te doen. Ik denk dat dat voor een stad als Oostende zeker en vast een grote meerwaarde geweest is. En ik neem aan dat ook bij u in de buurt wel mensen betrokken zullen zijn met dit gegeven. Dus houd die mensen ook zeker dichtbij. En ga in dialoog, spreek daarover. Kijk even wat mogelijk is. Ga eens samen zitten. Ik denk dat dit een beetje mijn verhaal is geweest. Ik kijk even naar Erik. Ik weet niet of er daar bepaalde vragen over binnengekomen zijn. Er zijn een paar vragen binnengekomen, dat is het inderdaad. Ja. David, die vroeg zich af over hoeveel leerlingen liever geen fiets hadden bij jullie op school. En hoeveel fietsen dat jullie dan uiteindelijk hebben aangekocht. Of ik denk dat het om een schenking ging. Was het, als ik het wel goed gelezen heb? Het is geen schenking geweest. Ah, we hebben een groot stuk financiële steun gekregen. Uh-huh. En in die zin zijn wij nu vorig jaar eigenlijk begonnen met een aankoop van 20 fietsen. Omdat dat een beetje het cijfer is dat in combinatie met leerlingen die wel al met de fiets naar school komen en de grootte van onze klasgroepen, is dat een beetje het cijfer dat voor ons eigenlijk heel erg bruikbaar is. En dat betekent dat er natuurlijk ook wel moet afgesproken worden met de leerkrachten onderling wie wanneer eventuele excursies plant. Maar het gaat dus over een twintigtal fietsen. En wat het aantal leerlingen met fiets betreft, dan merken we dat toch wel een grote groep is. Ik kan nu eigenlijk ook niet meteen het exacte cijfer zeggen, maar we merken dat heel wat leerlingen uit de eerste en de tweede graad vlotter en vlotter de weg vinden met de fiets naar school. Oké. Was nog van dezelfde David een vraagje rond de fietsbarometer. Is dat een bevraging over hoe leerlingen naar school komen? Misschien kort. Dat is inderdaad, die fietsbarometer wordt bij ons geïmplementeerd in onze lessen aardrijkskunde, ook in de derde graad. Gekoppeld ook aan die fietsexcursie die wij daarvoor inrichten. En dat is een tool die op zoek gaat naar ook een aantal vragen die daarin voorkomen, die een groot bereik proberen te hebben. Wie komt bijvoorbeeld naar school met de fiets? Wie komt naar school met de bus? Wie wordt hier bij ons in de buurt met de auto afgezet? Het is vooral een soort tool om een aantal dingen ook cijfermatig in beeld te krijgen. En onze leerlingen gaan daar dan bijvoorbeeld ook mee aan de slag binnen de lessen wiskunde rond statistieken.
Maar die gegevens die spelen wij dan uiteraard ook door naar de Universiteit Gent. En daar gaan zij dan ook verder mee aan de slag. Ja, oké. Dan dacht ik dat er nog eentje binnen was, maar de naam was verdwenen, enfin, het ontsnapt mij. Maar dat was een vraag over jullie excursie waarbij de vijfdejaars de eerstejaars begeleiden, denk ik. En ze was een ze, dacht ik. Vroeg zich dan af hoe dat juist in zijn werk ging. Zijn dat dan echt letterlijk de ouderejaars die kinderen op straat begeleiden? Of hoe moeten we dat dan zien? Ja, dus onze vijfdes die gaan voor het vak aardrijkskunde, dus op excursie. Daar hangt een heel project aan vast, waarbij zij dus verschillende wijken hier in Oostende ook geografisch gaan benaderen. Maar alles is eigenlijk gekoppeld aan een grote rondrit doorheen Oostende. Dat zijn telkens twee vijfdejaars die een groepje van een zes à achttal leerlingen op sleeptouw nemen. Daar is uiteraard ook wel een begeleidende collega bij. Mm-hmm. Maar dus het initiatief en de verwerking gebeurt eigenlijk door onze vijfdejaars. En onze eerstes, die krijgen daar dan een bundel over mee, een vragenbundel, waar zij dan ook in hun eigen lessen aardrijkskunde verder mee aan de slag gaan. Omtrent, heel, heel eenvoudig eventjes geschetst, welk soort gebouwen zijn er te vinden in die bepaalde wijk? Hoe toegankelijk en welke invalswegen zijn belangrijk voor Oostende als het gaat over winkelen? Dus eigenlijk is dat een stukje aardrijkskunde binnen de lessen van het eerste jaar en ook het vijfde jaar, die gekoppeld worden aan een fietsrit door hier Oostende. Oké. Goed, Bart, bedankt. Ik hoop dat iedereen er iets aan gehad heeft. Er zat heel veel in, denk ik. Ja, het was echt wel inspirerend. Het toont ook aan dat een integrale aanpak ook wel best aangewezen is. Als je wil dat leerlingen meer op de fiets stappen, dan volstaat het natuurlijk niet alleen van wat fietslessen te geven op de speelplaats, maar dan moeten er ook heel wat andere dingen in de omgeving enzovoort op gang gezet worden. Dat is dan leuk als dat in het kader van een challenge gebeurt, omdat je dan eigenlijk een concreet doel hebt om naar te werken en iets dat misschien nog wel in de toekomst ook kan verstevigd worden. Hè. Absoluut, absoluut. We hopen ons er al verder te zetten en ik hoop dat er misschien toch wat elementen waren die misschien bij bepaalde iets doen rinkelen en misschien ook kunnen overgenomen worden. Daarvoor doen we het natuurlijk. En als dat zo is, dan gaan ze nog wel kunnen terugvinden, zeker om nog wat... altijd wel. ...te krijgen. Oké, prima. Dan ga ik Bart bedanken en alle deelnemers en deze sessie afronden. Iedereen nog een aangename verdere congresdag misschien gewenst. En misschien tot ziens. Dag. Okay. Dag.